Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag neem ik jullie mee in mijn dag. En ik heb jullie zo krakkemikkig neergezet. Ik hoop echt niet dat die valt. Maar goed, het regent super hard. Het heeft ook echt heel de nacht gestormd. Ik ben 100 miljoen keer wakker geworden. De wallen zijn aanwezig. Maar goed, dat laat de pret niet bederven. Ik ga zo meteen samen met Jasna naar winkelcentrum Alexandrium hier in Rotterdam. Zoals ik al in een aantal video's heb gezegd, ben ik nog steeds eigenlijk op zoek naar de perfecte jurk voor een bruiloft van een van mijn beste vriendinnetjes. En ik heb het nog steeds niet gevonden. En de bruiloft is over 2 weken. Dus top, the pressure is on. Ik vind het chiller om gewoon ter plekke te passen en het te kopen in plaats van te bestellen, hier te passen en dan moet je het weer retourneren en daar heb ik zo geen zin in. Dus ik ga de poging wagen en ik ga nu daarheen en ik ga jullie meenemen en we gaan samen een dress vinden voor de bruiloft. Oké. Trouwens, ik ben op zoek naar een pastelkleur, dus denk aan groen, zo'n pastelgroen, pastelpaars, roze of beige vind ik trouwens ook wel heel erg mooi. Ik had deze hakken in gedachten. We're good. Ik had deze hakken in gedachten. Ze zijn vet mooi. Of dit zijn eigenlijk dezelfde soort schoenen. Maar dan zwart. Ze zijn volgens mij iets lager. Ik denk dat ik deze ga meenemen. Want ik heb nu Dr. Martens aan. En om daarmee nou een jurk te gaan passen. En een beetje een goed beeld van krijgen. Dat gaat hem niet worden. Dus deze gaan mee. En jullie gaan ook mee. Oké. Bye. Kijk wat hier is. Nou. Trouwens, ik ben met Jas. We zijn op zoek. Dikke pikje. We zijn op zoek. Ja. We zijn echt alle winkels aan het afstruinen voor een dress. Winkels waar ik ook nooit heen ga. Jasna ook niet. Kijk, op zich is deze wel oké. Wel qua vorm. Maar qua kleur. Schrikkelijk. Nee. We hebben ook dit. Maar ik zie dit ook niet echt op een bruiloft. Maar het kan passen. Het is niet te kerstachtig, vind ik. Een beetje de kleur. Maar het hoeft niet per se. Nee, ik kan het wel even passen. Ja. Zou ik dit ook passen voor de zekerheid? Nee, hè? Ik vind het echt heel lelijk. Oké, ik heb de dress aan. Ja, het is mooi. Het is mooi, maar ik weet niet of het voor een bruiloft ook mooi is. Ja. Ik heb wel mijn hakken bij. Want dit ziet er natuurlijk helemaal niet uit. Ja, dit is mooi. Ja. De kleur is ook mooi. Maar ik zie bij een bruiloft zie ik echt zo'n beetje dreamy, weet je wel? Ja, ja, ik snap het wel. Maar ik weet niet wat voor bruiloft is. Ik ook niet, het is echt een thema. Oké, jongens, we zijn best wel geslaagd tot nu toe. We hebben van alles en nog wat gepakt. Kijk, wij vonden dus deze echt prachtig. Ook echt zo'n soort bruiloftstof. En dan bijvoorbeeld met dit of zo. Maar met, het is heel lastig. We weten, ja, of met dit. Ik ga gewoon van alles passen. We hebben alles gebaseerd op die rok en jas. Dat is wel waar. We gaan het gewoon kijken. We gaan kijken. Ja. Top. De rok is prachtig. Het topje. Wat wil ik even lichter, lichter. Juist. Kijk dit. Nee, het is te heftig gewoon. Het is veel te veel ruffle. Ja. Dat is het, hè? Oké, okay, maar dit. Ja, I love it. Nee. Okay. Oh, I don't love it. Ik wil de rok, I love de rok. Ja, nee, ja, nee. Ik heb nu de heels aan. En het ziet er al gelijk echt een stuk beter uit. Maar nog steeds niet dit. Het is heel ouderwets. Ja. Maar die rok is wel heel mooi. Het is ook wel de kleur die ik wilde. Beetje zo beige-achtig. We hebben dus dit, alleen de vibe is er. Maar de kleuren bij elkaar, je ziet het niet goed op beeld hoor. Kijk, zo zie je het beter. Ja, kijk. Ja, zo, het kan wel. Ja, ik vind het echt wel mooi. Het is meer bruin. Pas wel mooi ook op, maar ik zei net tegen Jasna dat ik het misschien een beetje te evening dress vind. In plaats van, misschien moet ik met lange mouw. Ik weet wel dat je rok heel mooi vindt. Ja, die rok is wel echt mooi. Zal ik toch even dit als lange mouw even passen? Oké, okay, dit bedoelde ik dus inderdaad. Het is dus veel mooier om met lange mouw te doen. Dan is het gewoon wat netter voor overdag. Maar we denken van het wit is misschien toch niet zo mooi. Het zou beter deze kleur kunnen zijn. Weet je dat? Blush pink, weet je.
zo moe van mezelf. Ik laat al letterlijk heel dag alles vallen. Maar kan wit op een bruiloft? 30? Ja, ik vind het gewoon niet. Nee. Ik ook niet. Ja, als je de kosten. Ja. Nee, hè? Ik heb de... Wat een mooie engel trouwens. Prachtig. Ik heb de rok gekocht en het zwarte topje, zeg maar. Ik had het natuurlijk in het wit, maar een soort lange mouw. Ik heb nu deze aan en ik ben nu bij de H&M Outlet. Maar ik weet het niet, ik vind hem wel heel bruiloftachtig. Misschien ook leuk met een riem. Kijk. Een mooie kleur. Heel mooi. En volgens mij is hij hartstikke goedkoop. 8 euro. Ik neem gewoon mee. Ik ben eventjes mijn statief kwijt van mijn vlogcamera. Dus ik kan jullie even niet neerzetten. Dus ik ga jullie vasthouden. Maar ik wilde jullie nog wat vertellen. En voor de mensen die mij volgen op Instagram weten het al. Maar voor de mensen die mij niet volgen op Instagram, die weten het niet. Mijn eerste podcast online gegooid. En dit komt misschien als verrassing. Maar ik wil echt al zo lang mijn eigen podcast hebben. En die heb ik nu eindelijk. Ik zal het linkje hieronder in de beschrijving zetten. Je kan me vinden op Spotify onder Your Inner Glow. En de eerste podcast heet Niet Morgen Maar Nu. Ik ben er echt zo blij mee. En ik heb echt zoveel leuke reacties ontvangen. Echt zo lief. Dus ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor de mensen die het wel al hebben geluisterd. En ja, er komt er snel weer één online. Ik wil het eigenlijk vandaag op gaan nemen. Dus als ik zo meteen wat inspiratie heb, dan ga ik even steekwoorden opschrijven en dan ga ik hem opnemen. De eerste podcast heet dus Niet Morgen, Maar Nu. En hij gaat er dus over dat hoe ik eigenlijk op het idee ben gekomen om nu de podcast te maken en online te gooien. En wat me heeft geïnspireerd. En ik deel ook tips om bepaalde dingen nu te doen in plaats van elke keer maar weer dingen uit te stellen. En dat je eigen gedachtes je eigenlijk blokkeren in de weg zitten. En daar gaat eigenlijk heel de podcast om. En ik deel dus ook nog tips. Dus dat is het een beetje. Ja, ik wil het toch eventjes met jullie delen hier op YouTube. Ik vind het nog steeds best wel spannend en gek om mijn eigen stem en mezelf, zeg maar, soort van te zien op Spotify. Voor de mensen die Apple Music hebben of iTunes, daar komt hij ook nog op. Maar het duurt wat langer voordat het wordt goedgekeurd. En ik dacht dat het alles in één keer zou zijn, maar nee. Dus hij staat voor nu op Spotify. Dus als je Spotify hebt, dan kan je op het linkje hieronder klikken en dan zie je het. En laat me weten wat je ervan vindt. Want dat is natuurlijk wel, kijk, op YouTube kun je natuurlijk reacties achterlaten. Maar bij podcast kan het natuurlijk niet op Spotify. Dus ik zou het heel erg fijn vinden als je hieronder even een reactie achterlaat wat je ervan vond. En wat je in de volgende podcast misschien zou willen horen. Niet zien. Dus dat was eigenlijk mijn nieuws. Dus ik ga nu eventjes kijken of ik wat inspiratie krijg en een podcast opnemen. Zou jullie het leuk vinden als ik de podcast opneem en op YouTube ook zet? Dat is wel echt heel erg belangrijk. Ik heb het een paar keer voorbij zien komen, maar ik weet niet of heel veel mensen dat leuk vinden. Maar laat het vooral weten. Ik heb lekker mijn chill-outfit aangedaan en ik zag dat er een pakketje was. En dit is de Boté Evoque box. En ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Oké. Wow. Pretty in pink wel. Even kijken hoor. It's me. Dit is de box. Dit is de Vivacious Winter box. A woman who is lively, warm-hearted, exciting and attractive. Written approval. De Vivacious box bevat een heleboel items die jouw levendige en aantrekkelijke kant gaan benadrukken. Deze box heeft een mega waarde van 345 euro. En er zitten 20 full-size producten in. Hij is te bestellen voor slechts €79,95 via www.botéevoquebox.com. Ik zal alles sowieso hieronder in de beschrijving zetten. Laten we hem openmaken. Leuk! Oké, gaan we. Oké. Oh, handig. Er is de hele checklist bij. Dit zijn ze allemaal. Super nice. Het eerste wat me opvalt is deze super roze vet mooie box van Otazu. Ik ben super benieuwd wat erin zit. Oh, wauw. Oké. Super mooi. Echt super mooi. Ook perfect voor de feestdagen. Even kijken wat erop staat. Er staat Otazu Ida Emerald Eerhangers. Ter waarde van €75.
Wacht, ik ga ze eventjes indoen. Kun je het beter zien? Oh, thuissieraden werden met trots gedragen door onder andere Lady Gaga, Madonna, Toni Braxton. Cool. De Ida Emerald eer om zijn gemakje te dragen en zijn tijdloze toevoeging aan je sieradencollectie. True. De oorbellen zijn gemaakt met druppelvormige emerald Swarovski kristallen en zijn afgewerkt met goud. Deze diepgroene kleur hebben we speciaal voor de tijd van het jaar uitgekozen waarin we verlangen naar licht en warmte. Handgemaakt in Europa. Oeh, wauw, echt super mooi. Was natuurlijk echt totaal niet nu bij wat ik nu aan heb, want het is echt een hele chill outfit. Maar ik wil ze toch even laten zien. Oeh. Ik denk sowieso als ik met mijn haar los, geeft het een wat beter beeld. Zo mooi. Oh, kan je dit voorstellen met een mooi jurkje en alles? Ik ga ze gewoon even inlaten. Weet je, kan gewoon. Wat zit er nog meer in? Ik zie hier een shimmer highlighter eyeshadow. Ik wil me iets openmaken. Ik ben echt pretty. Hier John Frieda producten. Frizz Ease Forever Smooth Shampoo. With coconut oil. Oh, echt perfect. Jullie weten allemaal dat ik heel vaak mijn haar was met coco producten. En dit is een conditioner. Nice. Oh, ik zie trouwens ook Frizz Ease Touch-up cream with avocado oil. Dit is een Olaz Eyes Deep Hydrating Eye Gel. Les peaux marquées par la fatigue. Dat betekent een vermoeide huid. Dus met wallen. Wat ik heb. Dus dit is sowieso mega handig. Garnier Bio Argan. Super chill voor je haar. Dit is van Dove Exfoliating Body Scrub. We love a good scrub. Oh. Het ruikt echt vet lekker. Als jullie konden ruiken, dat zou fijn zijn. Er zit een rol deo in met 0% alcohol. Dat is wel echt super nice. Een velvet lip liner. Oeh, love velvet. Super mooie kleur. Ik ken dit merk trouwens niet. Dit is Lux. Ik ben echt heel benieuwd. Deze zit erin. Nice. Wat is dit? Gel eyeliner. Zoals je weet draag ik altijd eyeliner. Dat is een gel eyeliner. Ik ben heel benieuwd. Ik heb zelf altijd liquid eyeliner. Oh, is een potje. Nice. Kijk. Er zit een mascara bij van Max Factor. 2000 calorie curl addict. Dan zie ik dit super mooie oogschaduwpalet. Bella Pierre oogschaduw Go Nude palet. De waarde van €19,99. Ik ga het even swatchen, want ik ben toch wel erg benieuwd naar die kleuren. Dit zijn echt mijn kleuren gewoon. Beige, bruin, echt perfect. Kijk, super mooi. Ik zou zelf voor deze gaan. Pretty. En deze ook mooi. Ik vind ze echt allemaal mooi. How pretty. Super mooi. Nu heb ik echt al helemaal zin om echt zo'n looker mee te maken en zo. Echt heel leuk. Dit. Hydra Booster Ampullen. Voor alle huidtypen. Nice. Dan zit er nog een lipstift in. Ik ben helemaal nu naar de kleur. Oeh. I love it. Kijk dit. Het is deze. Dan zit er nog van Look X. Looks. Look X. Ik denk Lux. De 02 Relax Eye and Face Mask in. Volgens mij stond hier ook nog wat info bij. Relax Eye and Face Mask. Nice. Hier staat, even kijken. Het masker verkwikt en kalmeert de vermoeide, snel geïrriteerde huid met een slimme mix actieve ingrediënten. Hello Glowy Skin. Nice. Dit masker heeft vet veel voordelen. Heeft een antioxidatieve werking. Beschermt tegen huidveroudering. Vermindert roodheid en irritaties. Vet chill. Exfolieert op milde wijze. Verzacht en ontspant de huid. Versterkt de celwanden en stimuleert de celactiviteit. Verbetert het zuurstofgehalte in de cellen. Beschermt de huid tegen vochtverlies. En heeft een 2-in-1 functie. Doet dienst als hydratant en als moisturizer. Dus dat is vet chill. Ik ben heel erg benieuwd naar dit. Ik ga hem ook even openmaken. Even kijken. Oh, het ruikt lekker.
Wow! Deze kleur! Dit is een masker. Ik heb nog nooit zo'n masker gezien. Het ruikt ook echt super lekker. Ik ga deze vanavond opdoen. Ja, man. Dan zit er nog een body butter in. Zarka. De zuiverkracht van dode zeemineralen. En dan zit er nog een shower mousse in van Dove. Met cotton oil. Nooit van gehoord. Shower and shave. Oh, dat is handig. Oh, dus dit kan je gebruiken en als douchegel, zeg maar. En om je te scheren. En het laatste wat erin zit is ook van Garnier Bio. En dat is een voedende dagcreme van Argan Oil ook. Of in ieder geval zit argan in. Is het arganolie? Ja, biologische arganolie. Nice. Wow, er zit echt vet veel in het pakket. Echt super nice. En ook echt heel leuk om zoiets cadeau te geven. Ik zal alle informatie over de Beauté Evoque box in de beschrijving zetten. Dus daar kan je alles vinden. Nice. Nou, dit was de unboxing. Ik ga lekker koken. Honger. Ik sta in mijn keuken, zoals je kan zien. Voor de echte, real MVP's die echt way back mijn video's kijken, dan herken je die setting wel. En ik maakte altijd koken met raw video's. Ik zal de playlist hieronder zetten als je dat leuk lijkt om te zien. Het zijn echt hele oude video's. Maar wel heel erg leuk. Dus ik heb een beetje die vibe nu. Maar ik heb dus samen met een mee dit gekocht bij de toko. En het is zo'n stoom dingetje. Die is toch schattig? Ik ga dus voor het eerst in my life van die buns maken. Dus van die kip buns. Wat is het verschil tussen bouws en buns? Ik weet het even niet meer. Ik heb een snijplankje. Volgens mij kan het wel zo. Ik ga er meteen mee gewoon appen. Ik heb bosui, courgette. Ik heb kippendijfilet. Deze. Place frozen buns into a steamer. Steam the buns with medium heat for 10 to 15 minutes. Oké. Ik heb ook nog tauge, dus dat gaat er ook nog in. Ik ga eerst aan de mee vragen of dit kan. Voordat ik dit allemaal ga maken. Kijk, ik heb nu dat pannetje. I hate myself. Oh my god. Oké, anyways, maar het zit dus op de pan. Want die andere pan maakt groot. Kan dit? Dan moet ik hier water in doen, toch? No! Wat komt daarbij? Ik heb vandaag trouwens tickets gehaald voor Camilla Cabello. En I'm so excited. Ik ben nu de kip aan het maken. Ik heb hierin groenten gedaan. Courgette en zo. En ik doe het ook als laatste erbij. En ik heb hier bosui. En ik heb ook koekoek. Want ik dacht dat is wel heel erg lekker, denk ik, erbij. Vet cute. Kijk hoe klein. Ik heb altijd gehoord, als je met liefde kookt, is het altijd lekker. Ik weet niet of het waar is, want ik kook altijd met liefde en het is niet altijd lekker. Maar weet je, ik doe mijn best. Meedoen is belangrijker dan winnen. Oké, ik ga het oké erbij doen. Lieve mensen. Ze zijn gestoomd. Ik ben zo blij. Volgens mij zijn ze wel klaar. Oh, ik heb een koekoek. Ik hoop dat het natuurlijk ook lekker smaakt. Tada, tada, tada. Ik wilde net een podcast aanzetten. Dus ik ging zeg maar naar podcast hier. En ik kies zelf altijd lifestyle en gezondheid. En ik kijk op de eerste pagina. Ik scroll. Ik zie de podcast. Ik sta gewoon hier. Nou ja. Oh mijn god. Ik vind het zo cool. Oh mijn god. Ik ben shook. Oh mijn god. Dit is zo cool. Ik had gewoon echt niet verwacht. Weet je, ik gooide gewoon die podcast online. En ik dacht, ik zie wel wat twee mensen ervan vinden. En ik zag gewoon door die hoofdpagina. Van liefde en gezondheid. Ik vind het weer spannend.
Hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Gwane en dit is alweer de tweede podcast. Ik wil jullie allereerst heel erg bedanken voor alle super lieve reacties die ik heb gekregen op de allereerste podcast. Ik ben nog steeds een beetje shook, maar ja, het deed me echt zo goed. En ik zit hier met een hele grote glimlach op mijn gezicht. Niet alleen omdat dit de tweede podcast is, maar ook door al jullie liefde en support. Vandaag ga ik het hebben met jullie over afwijzing. En afwijzing is toch wel iets